Wist je dat Albert Einstein ADHD had? En wist je dat 3 tot 5% van de Nederlandse kinderen ADHD heeft? Kijk, ik kan dit heel geconcentreerd bouwen. Maar als je ADHD hebt, dan kun je dat niet. Ivo, jij werkt dagelijks met kinderen die ADHD hebben. Wat is dat? Ja, ADHD is een kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis. Opvallend druk zijn en moeite hebben om grip en controle over hun eigen gedrag te houden. En ze hebben heel veel moeite om hun aandacht goed bij dingen te houden. Ze zijn snel afgeleid en het is soms ook moeilijk om hun aandacht te trekken. Maar kinderen zijn toch gewoon vaak druk? Zeker. En dat mag ook. Hè. Kinderen die moeten lekker kunnen spelen en daar is helemaal niks mee aan de hand. Dat hoort bij hun normale ontwikkeling. Alleen bij kinderen met ADHD is dat nou net zo heftig dat het kind er zelf echt last van gaat krijgen in zijn ontwikkeling. Op een gegeven moment is het dan zo uitgesproken aanwezig dat iedereen wel ziet dat het niet meer bij een normale ontwikkeling hoort. Wat gebeurt er dan in de hersenen van die kinderen? Ja, we weten dat ADHD een stoornis is waarbij er in de hersenen iets minder goed gaat dan bij kinderen zonder ADHD. En dat zit hem eigenlijk vooral in het gebied waar het gedrag geregeld wordt en waar gevoelens geregeld worden. Dat is zo'n beetje achter je voorhoofd. Nou ja, in al die processen gebeurt eigenlijk zoveel dat het belangrijk is dat niet alles wat je voelt en alles wat je aan impulsen hebt in gedrag naar buiten komt. Dus daar moeten ook weer een soort remmingen op zitten. En dat gaat bij kinderen met ADHD iets minder goed. En jij zei net al dat het een psychische stoornis is, maar heeft het ook iets lichamelijks? We noemen het een psychische stoornis. Alleen zie je het natuurlijk aan het lichaam, omdat kinderen zo druk zijn in hun gedrag. Maar goed, omdat het een gedragsstoornis is, noemen we het toch vooral een psychiatrische stoornis. Jesse, jij hebt ADHD. Ja. Waar merkte jij nou aan dat je ADHD hebt? Aan het druk zijn. Was je dan bijvoorbeeld heel druk thuis? Ja. En ook mis aan de ruzies. Waar gingen die dan over? Dat ik de televisie moest uitzetten. En dat ik toen dat niet deed. En dat doe ik met mijn schoenen en zo. Dus jij ruimde je schoenen niet goed op? Ja. Ben jij blij dat je behandeld kan worden? Ja, want ik kon iets doen. Wat merk je nou aan jouw gedrag als je die pilletjes slikt? Rustig, bijvoorbeeld als mama zegt, doe even rustig. Normaal doe ik dat dan niet. Word je nou geboren met ADHD of is het iets wat je op een latere leeftijd kunt krijgen? ADHD is wel echt een ontwikkelingsstoornis dat in de kindertijd begint. Het kan niet zo zijn dat je op je 23ste zo druk wordt dat je dan ineens de diagnose ADHD krijgt. Is het dan ook nog te genezen? Ja, ADHD is niet echt te genezen. Soms kan het wel zijn dat een behandeling zo goed lukt dat de symptomen zoveel minder worden dat je eigenlijk niet meer goed kan zien dat het kind ADHD heeft. Maar op het moment dat je dan met de behandeling stopt, dan komen die klachten wel weer terug. En er is dan een percentage kinderen dat op het moment dat ze volwassen worden eigenlijk steeds minder last krijgen van hun ADHD-symptomen, ook zonder behandeling. Maar hoe kun je nou als moeder de diagnose stellen dat je kind ADHD heeft? Want ja, het is misschien gewoon druk. En als je dat uiteindelijk weet, wat moet je dan doen? Bij jezelf de diagnose stellen, dat is natuurlijk toch lastig. Al kan ik me wel voorstellen dat ouders zelf gaan denken, zou dit geen ADHD kunnen zijn? Ik denk dat het vaak een goed begin is om ook eens met een leerkracht te praten over hoe hij of zij ziet dat het kind in de klas functioneert. En als dan duidelijk is dat die problemen niet alleen thuis zijn, dat het dan goed is om daar onderzoek naar te laten verrichten. En dat kan dan normaal gesproken via de huisarts of soms via de schoolarts. Nou weet ik dat je ADHD ook met medicijnen kunt behandelen, maar zijn er ook nog andere methodes? Ja, medicatie is natuurlijk het allerberoemdste onderdeel van de behandeling van ADHD. En ik durf ook wel te zeggen dat het de krachtigste behandeling is voor ADHD. Maar het is zeker niet het enige dat we doen om kinderen met ADHD te helpen. Het begint met een goede diagnose, maar ook met goede adviezen aan de ouders om hoe daarmee om te gaan. En soms is het ook heel helpend als een leerkracht allerlei trucjes toepast om zo'n kind in de klas beter te kunnen laten meedoen. Wauw, nou fijn om te horen dat er zoveel aan gedaan kan worden in ieder geval. Hi Miranda, jij bent de moeder van Jesse. Ja.
En Jess heeft dus ADHD. En wat heb je er toen aan gedaan? Misschien een voordeel geweest van mij dat ik zelf in de kinder- en jeugdpsychiatrie werk. Dat ik een collega gevraagd heb van, goh, denk eens met me mee. Van hoe zou jij dit zien? En daar zijn we eigenlijk een soort onderzoekstraject ingegaan. En zijn we op basis van de onderzoek en de gesprekken die de psychiater met ons gehad heeft, met Jess en met school. Zijn we tot een diagnose gekomen waarin... Ja, vooral zijn concentratieproblemen meer op de voorgrond staan dan zijn drukheid. Hoe wordt Jesse behandeld? Jesse heeft sinds een jaar nu medicatie. Dat betekent dat hij Ritalin heeft en dat hij 3 keer per dag een tabletje moet pakken. Omdat het tabletje maar 4 uur werkt. Dus dat moet je iedere 4 uur herhalen. En dat zorgt ervoor dat hij zich gewoon heel erg goed op zijn werk kan concentreren op school. Dat hij ja, veel meer zijn prikkels kan wegfilteren en veel meer kan luisteren naar wat er ook daadwerkelijk gedaan moet worden. En dat we hem niet meer 10 keer moeten waarschuwen om zijn schoenen aan te doen. Nou, het is echt fijn om te horen dat er ook echt iets aan gedaan kan worden aan ADHD. En dat het vooral belangrijk is dat eerst een goede diagnose wordt gesteld.